Wat een selectieve verontwaardiging. Ja, ik ben ook bezorgd dat er op een bepaald moment schade zal toegebracht worden aan een kunstwerk van gigantische culturele en financiële waarde. Maar waar zit de bezorgdheid? Bij de regering? Bij andere fracties? Over het klimaat. Als we een Vlaamse regering zien die naar het klimaat opgaat en daar alleen maar op de rem staat. Als we zien dat er vandaag geen enkel klimaatambitie is bij deze Vlaamse regering. Als ik de fractie van het Vlaams Belang luid hoor roepen over deze actie, maar het wel oké vindt om met zwamworsten naar kinderen te gooien, dan kan ik alleen maar zeggen, wat een selectieve verontwaardiging.